het zien? Ja, ja. Dat is de voorlopige slok op. In dit gezelschap voor degenen die regelmatig de verplaatsing ondernemen, moeten straks gaan vaststellen dat wij hier inderdaad op dat moment de eerste passages mogen laten verlenen met een ezerbiet die samen dan ook met de Stefan nummer 7 de dans gaan leiden. Dan mag Tibo de Grijze uiteraard dan ook niet ontbreken, dan ook bij de top. We hebben een Simon Jaken die we opmerken, dan ook man die we straks dan ook bij net voorbij getrokken. We hebben de kroning gedrukt om de renners dan ook te gaan vallen. We gaan een Edie is er bietenbanden die tot nu toe dan ook vijf man met de bloemen ging lopen. En in zijn gezelschap dan ook het Stefan nummer 7. Tot nu toe dan ook vier man dan ook in de top 10. En we gaan over de brug met de beide koplopers dan ook hier. We zijn inmiddels 1 minuut en 7 met Iserbieten, met de museum. En daar gaat Thibaut de Grijs aan toevoegen. Gaat straks dan ook hebben de favorieten. We kijken uit dan ook aan de overzijde. Maar de tricolore van Belgisch kampioen dan ook dat schitterende tempolijn met Stefan nummer 7. Thibaut de Grijze, Alessio Doren. En dan wordt het ook hier voor eigen publiek gezien. Die demonstreren. We gaan nog even in de achtervolging op zoek dan ook hier naar de eerste dame die zich straks wat moeten gaan profileren. Alessio! De starttrekker hier dan nog het gezelschap moeten dulden van de Stefan nummer 7 en in derde positie daarnet met de Thibaut de Grijs. We zijn op weg dan ook met Iserbiet en die geeft op dat moment een flinke voorsprong bij elkaar weten te fietsen. Op weg dan ook naar die laatste lussen naar rond het voetbalveld wanneer hij straks dan ook recht te gaan. Komt moet trekken tweede plaats voor Thibaut de Grijs. En dan neem ik niet wel liefens vloeren van jouw terrassen op de Wijnendalenstraat. De eerste passage. Hier is de band in een ronde tijd van 6 minuten en 40 seconden. We zijn nog bij dan ook hier met de Belgische kampioen mogen vragen dat er een zeker mate met de hand over de druk te bedrijven. Want u begrijpt dat wij technische moeilijkheden dat ook hier moeten ondervinden. Straks dan ook terwijl we met de Thibaut de Grijs op weg zijn. Tijdverschillen is dus oplopen tot 14 seconden. Dat wordt het uitkijken naar Alessio Doren. En Alessio vragen die we snel met de hand over de druk te gaan blijven. 21 seconden.
dan 25e gevonden voor een museum. En die laat zich intussentijd doorlopen. Verwennen het gezelschap van de Kippen Maanden, die er tweemaal in de top 10 dan ook voor deze Gianni Siemens deelmaken dan ook van het Jong Cycling Team. Terwijl we net op dat moment ook hebben voor de 1 minuut en 1 seconde die Gilles Borra moet onderbruggen, want die met dit seizoen bij de 9 gevonden winstdagen boeken dan ook 1 minuut en 9 seconden voor Aïde Maas. Driemaal in de top 10 voor deze Aïde Maas. We zijn op het einde van de eerste volledige ronde in de 6 minuten 35 seconden. We gaan intussen tijd dan ook hoe gaan we voor mij van de overzijde de koploper gaan volgen. En terwijl we de aankomstzone meteen de tijdverschil moeten laten noteren van 1 minuut en 27 seconden. En dan de overzijde die riante voorsprong volgen dan ook. Van de koploper die ze met de tweede positie die voor de grijze. En Alessio Dore moet van de gelegenheid gebruik maken. Kom maar, Eli. Met Eli is er niet verlopen dan ook een scherpe man voorsprong en overzijde 15 seconden. We gaan ook hebben hier met de 32 seconden die we verlopen dan ook hier op het einde van de eerste ronde. Vragen aan de renners om rekenen. Laten we dan ook met de hand over het drukken te gaan rijden. Dat is het geval voor Arne Gak. En nu Axel de Laar, de tweede dame, moeten we de vragen straks aan Axel bij de volgende zorg nog even met de hand over het drukken te gaan rijden. Want we rijden straks dan ook dat we de lastige gevonden dus zal verzorgen. Toch op het einde van die tweede ronde te rijden. Het is de tijd op plek zijn dan ook met de lijn van overzijde die in de trui van provinciale kampioenen. Naar dat is voor de vinger van overwinning. Overzijde 15 seconden. We gaan ook hebben hier met de 2 minuten 30 seconden. Zit dan bij de volgende doortrap tegen met de hand over de druk te gaan rijden. Want de rijdersplek dan ook. De dame tot nu toe dan ook in de rangen van de Vlaamse cyclocross. Waar we morgen in de Loekristiefte te werk zijn. Terwijl we met Louis van Hans Beekenstraat dan ook de revue gaan passeren. Maar eerst Simon de Perneel op 3 minuten 20 seconden. De wedstrijd verdeeld over 4 ronden, want daarnet geven we enkel alleen de duimen moeten leggen in een voorgaande wedstrijd naar aanleiding van Pek, waar hij overmand is geworden en nu meteen dan ook naar de top van de wedstrijd opgeschoven. Voorsprong in de aankomstzone 14 seconden in de Zandbak was dat in deze tijd tussentijd opgelopen ook. En Thibaut de Grijs en ook die geeft in de voorbijgaande weken wat furoren gemaakt naar aanleiding van ook. Goed, Vincent. Dit is 50 voor, 65 is. Elke man dan ook af te rekenen met de zesde plaats. En dat zal straks dan ook niet kunnen bevestigd worden wanneer we binnen zowat 1 minuut in de aankomst zo nog hebben. Goed, Sven. Die gaat de lus leggen dan ook hier op weg nog 2 ronden. Eli voorsprong dan met de 20 seconden. We gaan de rondetijd van 6 minuten 41 seconden moeten hanteren dan ook voor de mannen. Wie we dan ook hier gaan volgen in die prachtige tricolor van Belgisch Kampioen. En dan de seconden lang de adem inhouden om te wachten dan ook op die tweede man, Thibaut de Grijze. Dat zou de man met de druk nummer 20 moeten worden in de outfit dan ook. Van nummer 6 inmiddels dan ook op 26 seconden. En we zijn op 2 ronden van het einde met Alessio Dore. Verleden week dan ook een uitstekende wedstrijd achter de rug te rijden. We kijken naar Thibaut de Grijze. En dat wordt 38 seconden. Wie we moeten overbruggen dan ook met deze Thibaut de Grijze. We zijn op het einde van de tweede ronde.
ronde wedstrijd op, twee ronden van het einde. Dan wordt het wachten op zo'n verrassend sterke vierde plaats. Laten we noteren ter gelegenheid van de wedstrijd in de toonsplaats. Ze zingen en hier toch een uitstekende ereplaats laten verzamelen. En het zong dan ook van de ontembare man. Elie is er niet dan ook zoveel, maar dan ook van pech gespaard blijft. Moeten we toch rekening houden met zijn kwaliteiten. We gaan op dat moment ook hebben voor Louis Overmeer. En ook Louis, dit is zo goed aan mijn klok. Borre is het zesde plaats, bij Wielvolk Vlaanderen was het zesde in Dijksmuiden. Terwijl we net op dat moment moeten geconfronteerd worden met Gianni Siemens. Oh, Siemens tweemaal bij de top 10 en ook hebben voor Aïde Naas en ook die wisseling dit seizoen dan ook driemaal bij de top 10 van de Vlaamse organisatie. Hoi Eli, goed ben. En hier is Jong Meijer dan ook hier laatste ronde van de wedstrijd voor Belgisch kampioen Elie. Ze ziet er op de tijd van 6 minuten en 47 seconden. Het wordt ruim een kleine halve minuut wachten. Vooraleer we dan ook met nummer 2 dan ook in de wedstrijd moeten gaan vertoeven. Dat wordt Alessio Dore, man die we verleden week dan ook op 43 seconden. Einde van de wedstrijd voor Valerie Pieterswonde. Zo ziet het eruit dan ook dat verdubbelde dus dan ook onverbindelijk dan ook uit de korte man. Met de terugnummer 27, Stefano straks even met de hand over de terugnummer gaan wrijven. Zodat we geen moeilijkheden moeten ondervinden dan ook. Wanneer we op weg zijn dan ook hier met de situatie van achterbovens. Tjaak inmiddels dan ook op één vertrouwen dan ook aan Celeste Leijman. En in tussentijd wat terugballen Sjaan de Bruvoost op 1 minuut en 38 seconden mee tegen van de laatste ronde. Dan nog even gaan volgen in de zandbak waar inmiddels dan ook 30 seconden genoteerd is geworden. We zijn op weg dan ook hier met 2 minuten 30 seconden. Maar ik heb het verleden dan ook in het gezelschap van Jebbe Manen. De man uit de Rockstar deel uitmakende van de Zemiwoest. En inmiddels dan ook op 4 minuten en 10 seconden tegen die punt van de laatste ronde de start hebben genomen. En nu op weg voor de eindfase van het wedstrijd. Rondetijd dan net 6-1. Maar die kan de freewheelen dan ook op weg naar de aankomstzone. En met uw applaus, dames en heren, de zesde zegen van het seizoen dan ook voor de man in de tricolo. En we moeten nog even wachten voordat we dan ook in de nummer 2 gaan kennen. En dan wordt het applaus, dames en heren, voor de nummer 2 dan wordt Alessio Dore dan ook hier met een tijdenskenselen gewendheid. Ook verleden week dan ook uitstekend werk geleverd waar hij met een zesde plaats geconfronteerd geworden is in Zingham te blijven. Inderdaad, de zesde plaats. De top 3 bij de dames Nieuweling. Ja. Ja.